Wat vindt u van het nieuwe rekeningnummer? Dat het nu moet worden omgezet naar IBAN? Gruwelijk, want dat is de markt die ruimt net op, hè mensen. Nee, ik vind het heel lastig, maar als je hem eenmaal weet, dan gaat het wel. Het begint met een code en dan de bankcode. Maar het is wel lastig, zeker met alle pincodes die je nog moet onthouden. Want ik heb meerdere rekeningen, alsof ik heel rijk ben, dat is niet zo. Maar het is gewoon sparen en alle andere rekeningen. Ja, ik vind het echt lastig. Ja, het is een beetje langer geworden. Maar ja, het is niet anders. We zullen met de tijd mee moeten. Het zijn zo. En gebruikt u het vaak? Ja, omdat wij natuurlijk in de zaak zitten. Dus wij moeten bij alle bedrijven en automatisch in kassa's, ja, dan moet je het allemaal je IBAN-nummer geven. En het is wel een hele omschakeling weer, maar ja, het zijn zo. Prima wat mij betreft. Ik vind het alleen lastig als je het in moet vullen, dat je weer meer cijfertjes in moet vullen. Begrijp je? Nou, vind ik wel goed. Volgens mij is het voor de veiligheid en voor de helderheid en dat er geen fouten ontstaan. Het is even wennen, maar dat is met alles. Heel makkelijk overmaken nu. Was vroeger verschrikkelijk lastig. Moest je 17 euro gulden betalen als je een bon in Duitsland had gehad. Ja. Ja. En nou met IBAN 0. Dus hoera. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik. Heel erg. En waarom? Nou, ik heb zelf niet zo'n verstand van computers, maar mijn vrouw die zit er nog wel eens op. En die doet alles een beetje, maar voordat je dat voor elkaar hebt om dat in de computer te krijgen, voordat je alles geregeld hebt, nou, dat duurt een dag. Het is te doen hoor, ik denk dat je er gewoon even op moet studeren, net als alle andere dingen die nieuw zijn. In het begin denk je, hoe krijg ik dat in mijn hoofd, maar uiteindelijk gaat het wel lukken denk ik. En weet je wat het voordeel is van IBAN? Nou ja, dat je internationaal kan bankieren. Dus je kan heel makkelijk geld in het buitenland overmaken. Immers naar mijn Zwitserse rekening. Nee. Maar nee, ik denk dat dat het grootste voordeel is. Dat er geen. Dat door de code dus eigenlijk internationaal makkelijker bankieren is. Ik weet niet of Jan met de pet daar wat aan heeft. Maar het is misschien toch een voordeel.